Ik zie volgens mij een randje. Rockruff hebben we hier. In KS The Reverse. En als laatst hebben we hier... Yo, Nintendo fans. Ik weet het niet hoor, maar ik heb deze Pikachu en Zekrom GX box eigenlijk nergens in een winkel in Nederland gezien. Maar gelukkig heb ik er nog eentje online weten te scoren. Hier zit zelfs een gouden kaart in. En ook zitten er 10 pakjes in van allerlei verschillende series. En die gaan we keihard uitpakken. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet dat belletje aan, want dan krijg je altijd een melding als ik een verse nieuwe video upload. We hebben 2 Battlestyles pakjes, 3 Evolving Skies pakjes en 5 Chilling Rain pakjes. Een gouden oversized kaart van Zekrom en Pikachu. Maar die kan ik op deze manier natuurlijk beter laten zien. Kijk hoe vet! Tag Team Pikachu en Zekrom Golden Card. Holy moly, wat is dit een vet kaartje! Alleen voor deze kaart wil je eigenlijk deze box al kopen. Laten we snel beginnen met het eerste Battlestyles pakje. Maar ik ga eerst even tv kijken. Dat was Jellystone, een gloednieuwe geanimeerde comedy met een aantal van mijn favoriete personages van vroeger zoals Yogi, Boo Boo en Huckleberry Hound. Ja, en ik ben opgegroeid met de Hanna-Barbera tekenfilms en ik heb superveel liefde voor deze klassieke personages. Ja, en al deze klassieke personages en misschien nog wel meer oude bekenden, maar ook nieuwe personages komen allemaal samen in deze tekenfilm Jellystone. Ik ga het sowieso checken, iedere dag om 3:50 op Cartoon Network. Jellystone. Oké, dan gaan we nu echt beginnen met uitpakken. Het zijn dus 3 verschillende series, dus heel veel kans op mooie kaartjes. En we beginnen dus met Battlestyles. Bisharp, een Golbat kaart met een hele grote bakkes. Een Energy Recycler, een Scatterbug, een Honedge, een Gligar. De volgende is, Electabuzz, mooi kaartje. Belsproutje en, zien jullie een randje? Ik zag een randje, jongens. Ik zag een randje. We beginnen gelijk goed na deze Reverse Colossal. Wat hebben we als eerste mooie kaart uit deze serie? Battlestyles begint met Corviknight VMAX. Wat? Oh, wat een mooie kaart. Heel vet, heel vet. En gelijk een tip. Bij deze Corviknight VMAX voel je bepaalde ribbeltjes over de art. Als je een neppe kaart hebt, dan voel je nooit die ribbeltjes. Dan zijn die kaarten super glad. Maar wow, man. Corviknight VMAX. We beginnen gelijk echt knijtergoed in de Battlestyles serie. Wat? Weer het eerste pakje, jongens. Heel vaak is het laatste pakje goed. Maar vandaag is ook weer het eerste pakje goed. Die knallen we gelijk eens even in zo'n mooi sleeve. Lekker hoor. Pakje nummer 2 van Battlestyles. Jullie krijgen de codekaart voor de online TCG. En dan hebben we nu Fighting Energy. Luxio, die ik nu dus gebruik in mijn Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl playthrough op dit kanaal. We hebben de Tower of Waters waar Urshifu zichzelf heeft getraind. Dan hebben we hier Weepinbell, Clamiao, Corphish, een Scatterbug die we net ook hadden. Cubone met een schattig botje. Dat lijkt wel een vorm van een hartje, joh, dat botje. Wat cute. Murkrow, een Camping Gear Reverse. En als laatst, Licky 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 Licky. Ik ga die tong niet imiteren, jongens. Ik heb niet zo'n lange tong. Dan gaan we nu naar Evolving Skies. Een Steel-type Energy. Dan hier Palpitoad. De Digging Gloves. Een Treasure Energy. Scraggy is de volgende Pokémon. Dan hebben we hier Drowsy. Vervolgens hebben we Burgmite. Een Petilil. Een Cragonal. Deze naam kan ik blijkbaar niet goed uitspreken. Creogonal. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Het zal wel. Hij helpt in ieder geval veel. De Snowleaf Badge. En als laatst een Drampa. Deze hebben we al best wel vaak gepoeld eigenlijk. Deze Evolving Skies codekaart is voor jullie. Let's go. Een Psychic Energy. De Toy Catcher. Moon and Sun Badge. Crystal, die best wel nice is in Pokémon Unite. Een Burgmite. Petilil. Cryogonal, bijna hetzelfde pakje voor volgens mij. Een Zorua, die hadden we dan net niet. Swablu, een Switching Cups als reverse. En als laatst hebben we hier Appleton. Het derde pakje Evolving Skies wordt baas. Let's go, codekaartje voor jullie. En een Water Energy. Dan hebben we hier Hypno. Een Full Face Guard.
Ice Cube. Ik vind dit zo'n leuk kaartje. Twee Ice Cubes die bovenop elkaar zitten. De ene is web, de andere is lekker aan het chillen. Super cute. Carvanha. Een Pumpkaboo. Een Deino. Chinchu. Litleo. Oh, dit is echt een Lion King kaart, jongen. Kijk hem staan voor die Afrikaanse zon. Ik vind het heel, heel cool. Leuk kaartje. Kijk, hij is ook echt super trots of zo. Cool. Golduck is de reverse die we ook gebruiken in de Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl playthrough. En als laatst hebben we een Wishiwashi. Oké, Evolving Skies was niet zo goed. Jammer, want daar zitten wel echt vette kaarten in. Maar in Chilling Rain zitten ook vette kaarten. Dus laten we daar dan op hopen. Hier beginnen we met vuur. Dus gooi wat vuur in de comments als dit een goed pakje is, jongens. Let's go. Een Drizzle. Een Seabolt of Seibolt. Een Melanie Gym Leader. We hebben een Swirlixie die hier lekker in een donutje ligt te chillen. Lapras met Melanie hierop. Het is best wel een mooi kaartje eigenlijk. Ik zou samen chillen, joh. Lapras en Melanie. Best wel cool. Dan een Deerling. De volgende is Galarian Slowpoke die lekker op zijn rug ligt. Een Koffing die altijd stinkt. Dan hebben we hier de Rugged Helmet als reverse. En als laatste hebben we weer een vette kaart. We hebben weer een vette kaart. Het is Galarian Slowking. Wat een coole kaart. Deze voelt dus wel glad aan, hè? Dat is het verschil met de VMAX kaarten. De VMAX kaarten voel je ribbeltjes en bij deze voel je geen ribbeltjes, maar hey. Ik vind het wel baas. Ik vond Galarian Slowking sowieso wel erg leuke Pokémon. Dus ja jongens, Chilling Rain begint net als Battlestyles gewoon heel goed. Hier is weer een codekaartje voor jullie. En daar gaan we dan weer. Karen's Conviction, een Echoing Horn, een Single Strike Scroll of Piercing. Jeetje, ze maken die namen echt steeds langer. Shuppet, Squawvet die hier bij de boom staat waar een Moltres ook verschijnt. Dan een Spheal, een Swirlixie in zijn donutje, Galarian Yamask, een Reverse Bounsweet en als laatste Serena. Wel een leuke Pokémon overigens, ik vind Serena best cool. Volgende pakje begint met water, een Single Strike Scroll of Piercing opnieuw en ook opnieuw Manly. Expedition Uniform, lekkere trainers kit. Met een trui, een petje en een tassie, een rugzakje. Quillfish! Wat een badass Quillfish. Die gaat als een malle, jongen. Galarian Slowpoke opnieuw. Een Weedle die in een boom hangt. Kun je die Heracross hieronder trouwens even push-ups doen of zo? Dit is super raar. Ze zijn allebei een workout aan het doen. Dit is een gave Weedle-kaart. Deze gaan we inlijsten, jongens. Klapbobbes. Volgende is Mareep. Dan hebben we hier een Hunter Reverse. Ook wel een cool kaartje. En als laatste hebben we de normale Galarian Slowking. Dus net hadden we de V-versie en nu hebben we de gewone Holo Rare van Galarian Slowking. Oké, we gaan die Galarian Slowking collectie compleet maken. En met het volgende pakje gaan we kijken of deze box nog beter gaat worden, jongens. Een Ledian. Dan hebben we hier Peonia. Peonia. Je zou maar Peonia heten. Is er iemand onder mijn volgers die Peonia heet? Ik denk het niet. Ik denk het niet. En ik denk ook niet dat iemand Honey heet. Het zou kunnen, maar nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Grabrawler hebben we hier. Dan Porygon. Een Grookey die lekker aan het trommelen is. Hij denkt, ja, ik moet straks een Rillaboom worden. Laat ik nu maar alvast gaan oefenen met trommelen. Dan de Mareep. En ik zie alweer toch een randje, jongens. Ik ga gewoon spoilen, maar ik zie volgens mij een randje. Rockruff hebben we hier. Inkay is de reverse. En als laatst hebben we hier een Celebi VMAX. Ja, ik heb eindelijk een Celebi VMAX kaart. Dit vind ik super cool. Ik vind Celebi een van de allerleukste mythicals. Oh, en ik ben hier super blij mee dat ik nu eindelijk een Celebi kaartje heb. Want volgens mij heb ik alleen nog maar normale Celebi kaartjes en nooit een speciale Celebi kaart gehad. En nu wel, de Celebi VMAX. Wat cool. Oh, echt heel veel liefde voor deze kaart. Ik vind hem echt super leuk. En we hebben nog één pakje. Weet je wat? Ook deze codekaart mogen jullie hebben. En we beginnen met een Psychic Energy. Een Heatrum is de eerste kaart. Dan een Fluffy. Nou, dit begint best wel leuk. Wow, kijk deze badass Kakuna. Wat sick. Ja, nee, deze is insane. Deze is insane. Dan hebben we hier Ralts. Een Gasform, de Rainy Form. Dan een Snover. Een Galarian Yamask. Koffing die weer lekker aan het stinken is. Een Blitzel Reverse die alleen... Oh, dit is niet oké. Okay. Dit doet me denken aan de smeltende poolkappen. Alsof al het ijs weggaat en de ijsberen kunnen niet meer in het ijs chillen. En deze Blitzel ook niet. Dit is sneu. En dan gaan we kijken naar de allerlaatste kaart, jongens. Maar doe voordat de laatste kaart tevoorschijn komt een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. Dan gaan we snel kijken wat er als allerlaatste kaart in deze video is. En dat is een Ampharos, helaas. Maar we hebben toch gewoon een heel mooi boxie gehad eigenlijk. Want we hadden hier Pikachu.
Pikachu en Zekrom GX een gouden kaart. Dit was de promokaart uit deze box. Ik vind hem heel erg mooi. Ik ben er blij mee. Dan hebben we natuurlijk Galarian Slowking. Erg leuke Pokémon. Een V-kaart daarvan. Orphanite V-Max is ook super sick. Met heel veel toffe kleurtjes en dingetjes. Maar mijn favoriete kaart uit deze video is natuurlijk toch de Celebi V-Max. Want wat een leuke Pokémon is dit. Ik hou van Celebi. Jongens, nogmaals de duimpjes omhoog, abonneren en het belletje. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!